Hallo allemaal, mijn naam is Stefan en welkom bij deze nieuwe YouTube-video waarin ik je graag even kort wil praten over hoe jij een niche moet kiezen als een marketing agency-eigenaar specifiek. Dus laten we direct op induiken. Hallo allemaal, welkom bij deze video nogmaals en vandaag gaan we het hebben over hoe jij specifiek een niche kan kiezen als jij een agency-eigenaar bent. En wat ik je vandaag in deze video wil laten weten is dat wij specifiek gaan kiezen hoe jij een niche moet hebben voor jouw marketing agency. En als jij een marketing agency hebt, dan zou je weten dat er verschillende niches zijn waar jij uit kan kiezen. En meestal, dus voor mijn coaching studenten en voor mijn studenten in de cursus, zeg ik ook altijd dat zij zelf hun niche moeten gaan kiezen. Maar ik geef hun altijd wel een bepaalde houvast met de niches die ze kunnen kiezen, omdat ik daar bepaalde ervaringen mee heb. Dus vandaag ga ik je precies vertellen hoe je een niche kan kiezen en niet zozeer welke niches handig zijn. Want de meeste mensen denken van, oh, ik moet een niche kiezen omdat dit profitabel is of omdat er veel geld is. Maar wat ze niet begrijpen is dat ze gewoon een niche moeten kiezen, van start moeten gaan en vanzelf zullen zien of het profitabel is of niet door te praten met de markt. En daarom wil ik je graag in deze video uiten tot actie en adviseren om tot actie te gaan. En daarna gaan we vandaag op induiken. Dus het eerste punt waar ik het eigenlijk graag over wil hebben is, wat is een niche? Want voordat we eigenlijk induiken in hoe je niche moet kiezen en welke niches eventueel handig zijn voor jou, moeten we eerst weten wat een niche is. En een niche is simpel gezegd een deel van een markt, dus een bepaald segment van een bepaalde markt. En wat ik daarmee bedoel is bijvoorbeeld, je hebt de restaurants en je hebt binnen restaurants, dat is de gehele horecabranche, heb je bepaalde specifieke segmenten die bestaan uit het geheel restaurants. En wat ik daarmee bedoel is, in restaurants heb je bijvoorbeeld fastfoodketens, heb je luxe diners bijvoorbeeld, en heb je bijvoorbeeld hotels en andere zaken die ook onderdeel zijn van de branche restaurant eventueel. En andersom ook. Dus dat is wat een niche is. Het is niks meer, niks minder dan een bepaald deel uit een markt. En die deel, die kiezen wij. Zodat we niet de hele markt hebben, want als je alle restaurants gaat helpen, dan heb je niet een specifieke niche die jou als specialist gaat uiten binnen die bepaalde segment van die markt. Dus ik hoop dat het duidelijk is wat een niche is. En zodat je ook begrip hebt van dat je daarmee verder kan en aan de slag mee kan. Nu we weten wat een niche is, moeten we weten wat voor niche past bij ons en hoe kunnen we een niche kiezen. En hoe jij een niche kan kiezen is, en ik ga het heel simpel voor je maken, om jou echt even een actiestap te geven van wat je kan gaan doen, is wat ik zou doen, is naar Google gaan en intypen voor jezelf heel simpel verschillende branches in Nederland of in België of different branches of different industries in the world. En als je dat intikt, dan, of andere soortgelijke punten intikt, niet dat specifiek, dan zul je bepaalde branches zien, bepaalde industrieën waar jij uit kan kiezen en meer onderzoek uit kan doen om specifiek te weten welke niche past eventueel bij jou. En ik kan je nu al zeggen, restaurants zoals ik net al zei is een hele goede, sportscholen is een hele goede en eventueel binnen de sportscholen zijn personal trainers ook hele goede en rijscholen zijn bijvoorbeeld ook een hele goede. Dus daar kun je eventueel al mee beginnen om te kijken of dat die iets zijn wat bij jou past. En dat is hoe je een niche kiest. En dus je gaat naar Google, je vindt een industrie en je kiest een niche, niet verder nagedacht, je kiest eentje en je gaat ermee verder. Als je nog meer moeite hebt om dat te doen wat ik je net zei, om eigenlijk heel simpel te maken, maar heb je daar moeite mee en denk je van, nou, ik ga naar Google, ik heb industrieën, maar ik weet niet of welke bij mij past, maakt niet uit, ga ik je heel simpel iets geven wat je kan doen. En dit is ook iets wat ik heb gedaan. Toen ik begon met mijn agency, dacht bij mezelf van, ik kan twee dingen doen. Ik kan gaan nadenken over mijn agency of welke agency niche past bij mijn marketingbureau. Wat past er bij mij? Welke is de leukste? Dat is één ding wat ik kan doen. Of twee, ik kan direct beginnen met het kiezen van een niche. En ik zal al die mensen voor zijn die gaan nadenken over welke niche het beste past bij hun. En dat is wat ik heb gedaan. En dat advies wil ik jullie ook geven. Maar wel met het risico dat je op je bek gaat vallen. En dat je heel hard kan gaan vallen als je niet specifiek weet hoe je bepaalde dingen moet doen en hoe je diensten moet leveren voor die niche. Maar daar kun je heel veel onderzoek uit doen en eventueel een outsourcer voor vinden, maar dat terzijde. Dus die tweede optie wil ik je graag laten weten in deze video, omdat dat de beste en snelste manier is om tot klanten te komen en tot een bepaalde niche te komen. Want in het begin zul je waarschijnlijk niet weten hoe je bepaalde dingen moet doen. Geeft ook niets, want je kan het allemaal leren met de tijd en dat kost een beetje tijd. Maar daarna zal het zijn vruchten afwerpen als je daar gewoon genoeg tijd insteekt. Dus nogmaals, we gaan naar Google. We kijken de industrieën en als het goed is heb je nu tussen de 3 en 5 industrieën genoteerd voor jezelf. Zodat je weet welke niches voor jou interessant kunnen zijn. En op basis van die niches die je hebt gekozen, dus 3 tot 5 niches, gaan wij kijken ten eerste. Voor welke niche heb jij passie?
Dus welke niche vind jij leuk om te doen? En heb je enigszins al ervaring mee? In de zin van ervaring in het verleden, zoals met je ouders of andere zaken waar je heel vaak naartoe komt. Bijvoorbeeld ga je vaak naar een restaurant. Dan kun je dat bijvoorbeeld doen en heb je al connecties daarin. Kies die niche dan direct. En op basis van wat je leuk vindt, gaan we kijken naar welke niche bij jou past. Dus wat vind je leuk? En ten tweede, is die niche profitabel? Want als je een niche gaat kiezen en je bent niet gepassioneerd voor die niche en het is niet profitabel, dan kun je het beter niet doen. Oké? Maar in sommige gevallen ben je ervoor gepassioneerd, bijvoorbeeld met paardenscholen, dat je paardenscholen gaat helpen om meer klanten te krijgen, of dierenklinieken. Misschien ben je wel gepassioneerd in, maar hebben ze het budget er niet voor? En dat is waarom ik je wil zeggen is, naast dat je gepassioneerd moet zijn voor een bepaalde niche, moet je ook gaan kijken of ze minimaal, en dat is echt een minimum, 5000 omzet draaien per maand. Want als ze dat niet doen, dan wordt het heel lastig voor jou om hun die resultaten te leveren met het budget dat ze niet hebben. Want als ze jou 1000 euro per maand moeten betalen, of 2000 euro per maand moeten betalen, dat is al de helft van hun omzet. Dus dat gaat heel moeilijk worden voor hun om ja te zeggen en om met jou aan de slag te gaan. Misschien zouden ze het wel heel graag willen, maar hebben ze het budget er gewoon niet voor, omdat ze gewoon te weinig omzet maken. Ja, dus naast dat we gaan kiezen of gaan kijken naar niches waar wij gepassioneerd voor zijn, gaan we dus ook kiezen voor niches die een minimum bepaald budget hebben. Dit kun je ook op Google vinden. En dit is de derde stap die wij eigenlijk doen om te kijken, past dit bij ons? Dat is onderzoek doen of het überhaupt wel budget heeft. Dus je kan intikken, zoals ik net al zei, heb je waarschijnlijk 3 tot 5 industrieën nu al genoteerd en 3 tot 5 niches genoteerd. Laten we zeggen dat je restaurants hebt. Ja, en je bent super gepassioneerd voor restaurants. En je gaat kijken, restaurants maken een minimum omzet, kun je gewoon vinden op Google. Hoeveel omzet maken restaurants per maand? En je ziet dat restaurants minimaal 50.000 omzet maken per maand gemiddeld. Afhankelijk ook van de capaciteit van de restaurant en de grootte. En je ziet dat restaurants een goede niche zijn om mee te werken. Je kiest restaurants. En dan mijn laatste tip, en dat is tip 5, is dat je direct ermee aan de slag gaat. En ermee blijft met die niche voor 3 tot 6 maanden. Ja, dus je kiest een niche waar jij gepassioneerd voor bent. Die minimum 5.000 euro per maand maken. En je gaat ermee aan de slag tussen de 3 en 6 maanden om te kijken of die niche profitabel en rendabel is voor jou. En 3 maanden is echt het minimum. 6 maanden zou eigenlijk langer moeten zijn, maar om jullie een houvast te geven dat je niet vastgeplakt moet zijn op een niche, is het 6 maanden. Als het een goede niche is en je hebt de klanten eraan overgehouden binnen die 3 tot 6 maanden periode, dat kan langzamer gaan voor als je in beginnen bent. In vergelijking met bijvoorbeeld zo iemand zoals ik, als ik nu klanten zou willen krijgen, kan ik dat zo krijgen. Alleen, dat gaat wat een tijdje duren voor je. Dus wat je kan doen is 3 tot 6 maanden aanhouden. Kijken of je klant erin kan krijgen. Gaat het te moeilijk? Dan moet je kijken, ligt het aan jou of ligt het echt aan die niche? Als het aan jou ligt, werk aan jezelf. Werk aan de winkel. Fix jezelf en zorg ervoor dat je beter wordt. Als het aan de niche ligt, kijk naar andere niches op de manier zoals ik je net heb laten zien. Dus we gaan ten eerste kijken naar Google. Welke industrieën zijn er? Waar zijn wij gepassioneerd in? Maken ze minimaal 5000 omzet? En is het een niche die wij kunnen kiezen en die op lange termijn rendabel zal zijn voor ons? Als je dat doet, die niche kiest voor weer 3 tot 6 maanden, perfect. Super, je hebt een niche waarmee je kan blijven, die rendabel is voor jou, waar je klant aan over hebt gehouden en waar jij de specialist kan worden op langere termijn. En is dat niet zo? Past die niche tussen de 3 en 6 maanden niet bij jou? Blijkt het toch dat je niet gepassioneerd bent en dat het niet rendabel is voor jou? Geen probleem, volg die 7 stappen die ik net heb gezegd. Dus ga op Google op zoek naar industrieën, kies eentje, kijk waar je gepassioneerd voor bent, kijk welk budget ze hebben, hebben ze minimaal 5000 euro per maand of niet. Kies die niche. Weer 3 tot 6 maanden. Hou die aan. Kijk of je klant er dan overhoudt en of het rendabel is voor jezelf. Of het ligt aan jezelf dat je geen klant hebt of aan die niche. Ga weer verder met die niche of met een andere niche. Dus mensen, ik hoop dat het duidelijk was voor jullie hoe je een niche moet kiezen. Okay? En de stappen om tot een niche te komen. En wat mijn advies is over hoe lang je een bepaalde periode een niche moet aanhouden. Dus ik hoor graag van jullie wat jullie van deze video vonden. Het is een beetje een interessante topic om over te praten. Een interessant onderwerp om over te praten. Omdat heel veel mensen hiermee zitten. Welke niche moet ik kiezen? Welke is rendabel? En uiteindelijk kiezen ze geen één niche. En kiezen ze 4-5 niches waarbij ze blijven. Geen specialist worden. En totaal geen omzet verdienen. Okay? Dus dat is een gemis. Dat is jammer. En dat kun je voorkomen door deze stappen te volgen die ik je net heb gegeven. Dus mocht je deze video leuk hebben gevonden, laat dan zeker een like achter. Laat ook een abonnee achter mocht je deze video's interessant vinden. En dan klik op het belletje. Want een tweede video zal deze week ook live komen die ik heb geüpload. Dus zorg ervoor dat je ook gaat kijken en dat je die ook ziet. Die gaat over wat meer mindset-achtige dingen in plaats van meer business dingen. Maar dat is ook belangrijk, dat hoort er ook bij. Dus in ieder geval, dankjewel voor het kijken van deze video. Laat een comment achter wat je vond van deze video's. Alle feedback is welkom, wij lezen alle comments. En wij proberen ons aan te passen op dat wat jullie nodig hebben. Dus deze video's zijn voor jullie gemaakt. Niet zozeer wat ik wil, maar wat jullie willen. Dus ik hoop dat het ook informatief is voor jullie, voor wat dat betreft. En ik wil jullie voor nu bedanken voor het kijken van deze video. En ik zie jullie gauw in de volgende.